Dag dames en heren, welkom bij Virgilie zijn Neesboek 1, regel 71 tot 75. Juno heeft net haar verzoek neergelegd bij Aeolus om de Trojanen te slaan met een storm, terwijl ze daar richting Italië varen. Maar ze weet dat ze niet met lege handen kan aankomen. Ze moet hem iets bieden om hem te overtuigen. En waarmee overtuig je een man? Met een mooie vrouw, uiteraard. En wat staat hier dan? Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae, quarum quae forma pulcherma deiopeiam, conubio jungam stabili propriam quedicavo. Tot daar eventjes eerst. Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae. Er zijn voor mij 2 keer 7 nymphen praestanti corpore. Letterlijk zoiets als met een voortreffelijk lichaam. Praestans is voortreffelijk, hè, vooraanstaand. Praestans. En in de ablatieve zie je, dit is ook een ablatief van corpus. Bis septem is 2 keer 7. Ja, dat is natuurlijk poëtisch. Hè, dat je niet 14 zegt, quaturdecim. Past trouwens metrisch ook niet hoor, maar goed, het is natuurlijk ook een poëtisch taalgebruik. Sunt mihi dativus possessivus. Hè, er zijn voor mij die nymfen, oftewel ik heb nymfen. Of er horen bij mij of zo, nymfen. Ablatief is van eigenschap hier. Met een voortreffelijk lichaam. Waarvan, en ja, dit moet je dus anders lezen. Hè. Die staat letterlijk zoiets als waarvan deiopeia die zeer mooi is qua lichaam. Qua schoonheid ook wel kan je zeggen. Forma en vorm, schoonheid, uiterlijk, lichaam. Maar dan moet je dus allerlei dingen aanvullen. Het is een beetje in elkaar gedrukt, de grammatica hier. Staat ook in ons examenboekje. Waarvan, en dan, daar begrijp ik die M hier, maar staat ook. Ik zal verbinden aan jou, moet je erbij denken. Deopeia, accusatief, is leidend voorwerp. Waarvan ik deopeia zal verbinden aan jou. Deopeia, die, en dan kom je er erbij zin, die pulcherrima, zeer mooi, of ook het mooiste, kan je zelf kiezen hier, is forma ablativus, met lichaam, met schoonheid, qua schoonheid, wat betreft schoonheid, enzovoort. Nou, die zal ze dus verbinden, ik vorm in het futurum van jongeren, waarin zal ze die verbinden? Nou, we zouden in het Engels zouden zeggen in holy matrimony, zeg maar zeggen, maar hier staat dus gewoon zoiets als in een duurzame conubium. Een conubium is eigenlijk een, ja, co is samen en nubere is slapen. Dus samen slapen, dus een bijslaap, dus eigenlijk een huwelijk. Een duurzaam, stabiel huwelijk. Daarin zal zij, Juno, Deopeia verbinden aan Aeolus. Ze belooft hem dus een vrouw, een van haar nymfen. En Dicabo, even een soort, beetje tautologisch eigenlijk. Hè. Ik zal haar tot eigendom benoemen. Propriam is leidend, accusatief is leidend voorwoord. Het hoort bij die deopeiam. Ik zal haar eigen noemen. Oftewel, ik zal haar eigendom noemen. Ik zal haar jou in eigendom geven. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Ook weer futurum hier. Maar dan met de B-variant. Van dicare. 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 Dieker is zeggen, dicare is iets van stevig benoemen of zoiets dergelijks. En dan krijg je een ut-zin met omnes helemaal vooraan geplaatst, maar het hoort bij annos. Een heel groot hyperbaton uiteraard. Waarom dat zo gedaan is, daar praten we in de les over verder. Maar in ieder geval ut met een cognitivus presens. Hier ex igere betekent helemaal voltooien eigenlijk. Dus ut ex igat, opdat zij, er zit een doel aan, opdat zij voltooit. Omnes annos, al haar jaren, al haar levensjaren, dus dat ze haar hele leven afmaakt, tecum, met jou, oftewel ze hele leven bij haar, bij jou blijft, pro meritis talibus, pro talibus meritis, pro voor, of vanwege, of in ruil voor, of iets dergelijks, zulke verdiensten, ablativus, meritis en talibus, vanwege pro. Het is vanwege zulke verdiensten, opdat zij vanwege zulke verdiensten met jou samen al haar jaren
voltooid, volmaakt. En jouw leidend voorwerp vader maakt. Parens is natuurlijk ouder, maar hier niet mannelijk bedoeld, dus het gaat over Aeolus. Jouw vader maakt, vakiat, ook weer cognitief sprekend is naar ut. Van wat dan? Nou, dat gaat in dit geval met zijn ablatives. Parens plus ablatives. Vader maakt van pulcra prole. Pulcra lang a dus, ablatives. Prole van proles. Van een mooi nageslacht. Ja, ze belooft hem een mooie vrouw en allerlei prachtige kindertjes. Nou, wat wil hij nog meer? Ik zou het niet weten. Hoop dat het duidelijk is tot zover. En later meer over wat betreft stijl in de les. Dag.